Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws vanaf het dak van ons R&D-center. U ziet hier van alles gebeuren. Ik zal mijn collega vragen wat hij hier doet. Giel, wat ben je hier precies aan het doen? Ik ga hier onderhoud uitvoeren aan ons dakmonitor. Oké, daar gaat mijn collega Simon Lakenman vanaf locatie in Zwitserland straks ook wat over vertellen. Dankjewel Giel. Jo. We gaan nu eerst naar onze nieuwe website. Jeroen Blankenstein van Getjols, onze webdesigner, vertelt. Jeroen, kun je me wat vertellen over je werk? Zeker. Voor de nieuwe website van Innofoam hebben wij de huidige huisstijl omgezet in een online design. Na het ontwerpen van alle layouts en het bedenken van een goede structuur voor alle informatie, hebben we de website geprogrammeerd en alle informatie erop gezet. Wat is er zo bijzonder aan deze nieuwe website ten opzichte van de oude? Waar we bij deze website extra op hebben gelet is dat alle informatie die een bezoeker zoekt heel makkelijk te vinden is. Met dat als uitgangspunt zijn alle branches waarin Innofoam werkzaam is en alle oplossingen die ze bieden duidelijk aan elkaar gelinkt en simpel te vinden. Daarnaast is de website heel makkelijk te onderhouden en dat zorgt ervoor dat alles heel makkelijk up-to-date te houden is. Wat maakt deze nieuwe website nou zo bijzonder? Wat leuk is aan de nieuwe website is dat de verschillende oplossingen worden bijgestaan door uitlegvideo's, wat de website een stuk interactiever maakt. Daarnaast hebben we specifiek prominente ruimte overgelaten voor het Research and Development Center van Innofoam, zodat bezoekers dat gelijk kunnen zien. Dankjewel Jeroen. We kijken uit naar de lancering. Dus onderhoud plegen aan onze dakmonitor kun je veilig en schoon doen? Ja. Dit bespaart onze klant ook veel tijd en kosten, omdat er vanaf het dak gewerkt kan worden. We schakelen nu over naar mijn collega Simon in Zwitserland. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn we hier? We zijn hier bij een afvalverwerker in Aberg, Zwitserland. Oké, en kun je vertellen wat we hier aan het doen zijn? We zijn hier de hele week bezig om het geleverde systeem te controleren en in gebruik te nemen. Oké. En wat voor systeem is dat precies? Dat is in dit geval het eerste systeem wat wij ontwikkeld hebben. En dat is een dakmonitor die in het dak hier in deze hal 4 stuks van zijn geïnstalleerd. Oké, en wat wordt daar precies mee beveiligd dan? Er worden 4 bunkers mee beveiligd die elk een eigen omkadering hebben. En elke bunker heeft dus 1 blusmonitor. Kun je eens aanwijzen waar die zich bevindt? Hieronder. Hierboven kijken we naar het onderste luik, wat bij activatie zich zal openen. En waarop vervolgens de blusmonitor, het FIM2 model, zich gaat richten op de bunker en in de juiste sector. Dus dat wil zeggen dat de monitor compleet beschermd in een gesloten omkasting zich bevinden? Juist, dat klopt. En welke consequenties heeft dat? Ofwel, welke voordelen biedt dat zo? De grootste voordelen ervan zijn dat de monitor gedurende het jaar volledig beschermd is tegen de activiteiten in de bunker. En ten tweede is het zeer geschikt om jaarlijks het onderhoud daarin te kunnen uitvoeren. Maar ze zijn in het dak gemonteerd, dus hoe kom je daar dan bij precies? Het luik wat we hier beneden zien is ook boven aanwezig en die kunnen we al matig openen. Waardoor we in een zekere omgeving de monitoren en de aanwezige aansturingen kunnen controleren en onderhouden. Dat wil zeggen dat de mensen zijn, als ze werken aan de kanonnen, nooit in contact met stof en vuil uit de huisvuilcentrale. Juist, dat is precies het voordeel wat we willen bereiken. Prima. Nou, dankjewel voor je toelichting. Tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Is het gelukt, Giel? Ja, alles blijft mooi schoon en daarom blijft het goed functioneren. U ziet, wij bedenken oplossingen om het voor u makkelijk te maken. Volgende maand komt onze nieuwe blusrobot in beeld. Ook zullen we u dan vertellen over onze nieuwe tanktrailer die wij gaan inzetten voor de bijmengtesten bij onze klanten. Vergeet niet te kijken, het zijn spectaculaire beelden.